welkom bij deze nieuwe video. Ik zit hier helemaal in de kerstsfeer. Heb ik weer een beetje overdreven met het groen en het rood? Ik weet het niet, maar het zijn de kerstkleuren. Dus ik dacht, ik mix het gewoon. Ik zit hier zelfs in mijn kerstonesie. Ik ben er vandaag helemaal voor gegaan. Jullie hebben een tijdje geleden al mijn kerstmakeover 2021 video gezien hier op mijn kanaal. Als je hem nog niet hebt gezien, dat is echt mijn kerstvideo voor dit jaar. Daar ben ik helemaal uitbundig aan de slag gegaan met mijn make-up, mijn haren, mijn kleding en alles. En ik dacht, die video was heel uitgebreid, heel extra. Ik dacht, ik maak nog een kerstmake-up look, maar dan gewoon een simpele. Een simpele, snelle make-up look voor de mensen die altijd last minute zijn. En er zijn een heleboel last minute mensen. En die hebben dan gewoon geen tijd om helemaal zo extra te gaan zijn als dat ik was in die andere video. Dus vandaag wordt het echt een hele snelle make-up look. Heel snel, heel makkelijk, lekker last minute, maar toch wel kerstachtig. Zodat je toch wel gewoon leuk of voor de dag komt. Ik ga zelfs geen foundation gebruiken. Dus het wordt ook nog eens een foundation, een vrije make-up look. Nou, dat doe ik echt letterlijk nooit. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze kerst make-up tutorial. Oké, die andere video was echt een hele makeover, als make-up, haren, kleding, alles. En deze video van vandaag is weer echt alleen maar make-up. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen en mijn dagcreme en that's it. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Omdat ik dus geen foundation aanbreng, ga ik mijn gezicht goed primen, zodat mijn huid er echt top uitziet gewoon. Ik ga beginnen met mijn Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Primer. Deze is echt amazing. Ik heb hem in de kleur 4 medium. Het is een primer, maar je kunt hem ook gewoon alleen aanbrengen zonder een foundation, want het heeft een hele extreem lichte dekking. Het geeft een heel klein beetje kleur af, zoals je kunt zien. En het geeft echt een hele mooie glow. En dat vind ik altijd heel erg mooi voor onder mijn make-up. Dus deze is echt ideaal als je voor een snelle make-up look gaat en al helemaal als je helemaal geen foundation aanbrengt, want dan is er niks wat het nog bedekt. Kijk even hoe mooi dit mijn gezicht laat stralen. Echt, I love it. En het heeft echt een hele extreem lichte dekking. Het dekt echt letterlijk bijna niks. Maar het geeft gewoon zo'n vleugje kleur aan je gezicht. En dat is gewoon echt heel mooi. Ik zie echt waarom mensen dit gewoon alleen dragen. Dit is echt helemaal prima zo. Maar ik wil dat mijn gezicht echt super smooth is. Dus ik ga ook nog in met mijn Elf Putty Primer. En deze is ideaal voor de poriën. Je pakt gewoon een klein beetje en breng het zo hier aan. Breng het niet aan over je hele gezicht. Echt alleen maar hier zo. En dan druk je het gewoon zo zeg maar in. En dan wordt het hier helemaal zo smooth. En dan laat ik het ook altijd eventjes een beetje inwerken. Ik heb hier een beginnende puist, jongens. Wat is dit? Oh, dat heb ik echt nooit. Ik hoop dat hij gewoon snel weggaat. Dan is het tijd voor concealer. Concealer gaat je dus nog een beetje extra dekking geven. Dit is de Clinique Even Better Concealer. Pak een concealer die niet al te veel verschilt van jouw huidskleur. Want anders ga je heel goed het verschil zien. Ik heb hem in de kleur WN38. Dit is echt een hele fijne naturel concealer. En hij is een klein beetje donker. En die breng ik gewoon aan overal waar ik normaal ook gewoon concealer zou aanbrengen. Maar ik breng wel iets minder aan dan dat ik normaal zou doen. Normaal maak ik echt helemaal zo'n V'tje. En nou hou ik het gewoon een klein beetje hier. Ik breng het gewoon aan op alle plekken waar ik een beetje dekking wil. Hier zo op deze puist hier zo. Mijn kin die wordt altijd een beetje rood. En hier zo een beetje op mijn voorhoofd en een rechte lijn zo op mijn neus. Als je nog meer plekjes hebt waarvan je denkt daar wil ik wat meer dekking, breng het dan ook gewoon daaraan. En dan gewoon inblenden. Jongens, I love it. Mijn gezicht ziet er echt stralend uit. En het lijkt gewoon bijna alsof ik gewoon niks op mijn gezicht heb. Zo mooi dit. En dan is het ook tijd voor poeder. Ik gebruik mijn Elf Halo Glow poeder. Dit is een beetje een glanzende poeder. En die breng ik overal aan waar ik de concealer heb aangebracht. Als je een vettige huid hebt, breng dan de poeder over je hele gezicht aan. Anders gaat het helemaal zo creasy worden. Zo vettig worden. En dat is niet mooi. Maar ik heb geen vettige huid. Dus ik breng het alleen maar vooral aan waar de concealer zit. Dit is echt een belangrijke stap. Want hierdoor gaat alles heel goed vast lokken, zeg maar, op je gezicht. En dan gaat het niet allemaal schuiven of vettig worden of whatever. Als je een vettige huid hebt, laat dit dan gewoon eventjes zo zitten. Ik heb een normale tot droge huid, dus ik ga het er gewoon gelijk van afhalen, want anders wordt mijn huid te droog en dat wil ik ook weer niet. Zo, en dan als ik alle poeder heb weggehaald met het beetje poeder wat er nog op de kwast zit, ga ik nog een beetje over de rest van mijn gezicht heen om het een beetje, ja, mat te maken, zeg maar. Ik vind het alleen nooit een mooi effect als er echt overal poeder zit over mijn hele gezicht. Dan wordt het echt veel te droog voor mij. Dan gaan we contouren met dit Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur. Ik ga mijn neus en mijn gezicht contouren. Dit is wel echt een extra stap. Deze hoef je echt niet te doen. Maar ik moet echt altijd een gecontourde neus hebben. Want anders vind ik mijn look gewoon echt niet mooi.
Zo, en dan breng ik nou mijn Action Max & More Fixing Spray aan over mijn hele gezicht. En dan kunnen we alles een beetje hydrateren. Oké, dan is mijn basis helemaal gezet. Jongens, ik zie er zo mooi uit, al zeg ik het zelf. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Mijn huid, mijn gezichtsmake-up is echt heel mooi. Je hoeft echt niet per se heel veel plamuur op te smeren om er goed uit te zien. En dat zeg ik, die dat letterlijk altijd doet. Maar ik breng gewoon altijd veel make-up aan. Want ik vind het gewoon mooi en leuk om te experimenteren en heftige looks te maken en zo. Maar dit soort looks vind ik ook echt prachtig. Oké, dan ga ik nou beginnen aan de ogen. De ogen wordt ook echt super makkelijk. Ik sla de hele oogschaduwstap helemaal over. Hoeft echt niet per se, maar wat ik wel ga doen is een heftige winged eyeliner aanbrengen. En daarvoor gebruik ik deze van Makeup Studio. Deze is echt super duper fijn. Heeft zo'n heel klein dun kwastje. En je kunt hier echt geweldig mee werken, want hij is lekker flexibel. Hij beweegt zo lekker mee. Hij is heel dun, dus je kunt heel secuur werken. Echt, I love it. Oké, dan mascara. Ik gebruik mijn Kiko Holiday Fable Mascara. Dit is van hun kerstcollectie. Die video staat al online. En deze is echt super duper fijn. Ik ga wel eerst mijn mini wimpertjes krullen. Oké, als je prachtige wimpers hebt van jezelf, kun je het gewoon zo laten. Maar die luxe heb ik niet. Dus ik ga ook nog in met nep wimpers. En jongens, het is wel een beetje kerst. Dus ik wil jullie allemaal op het hart drukken om nep wimpertjes aan te brengen als je dat kunt. Want dat is wel extra leuk. Ik ga deze wimpers aanbrengen van Maria Malky Cosmetics in de stijl Sophia. Dit zijn mijn meer naturel wimpertjes. Oké, wimpertjes zitten erop. Ik vind deze wimpers zo mooi, jongens. I love it. Ik denk ook niet dat ik mascara ga aanbrengen op de onderste wimpers. Want ik heb vrij ronde ogen en ik wil ze juist altijd zo gelift hebben als een soort van cat eye, foxy eye look. En dan als ik daar mascara aanbreng, dan zakken ze weer een beetje. Dus een beetje afhankelijk van jouw oogvorm. Ja, je kunt gewoon doen wat je wilt. Maar ik sla gewoon de mascara op de onderste wimpers voor nu over. Ogen is dus nou helemaal klaar. Dan ga ik verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze Bahama Mama bronzer van de Balm. Is een hele mooie matte bronzer. Ook niet al te donker, niet al te heftig. En vandaag is het een motto, niet al te heftig. En nou ga ik een beetje kleur terugbrengen in mijn gezicht. Bronzer moet echt bronzen. Echt, ik sla nooit bronzer over. En dan blush. Ik ga in met deze blush van Kiko van hun Charming Escape collectie in de kleur 02. Is echt een hele mooie peachy blush. Hij lijkt peachy, maar op zich als je hem aanbrengt is hij best wel roze. En voor highlighter ga ik in met dit paletje van Catrice van de Belle samenwerking van Beauty and the Beast. Dit is echt een heel groot prachtig paletje en ik gebruik deze champagneachtige kleur hier. Die heet Golden Heart. Dan gaan we een beetje een glow aanbrengen. Dit paletje is zo betaalbaar en zo mooi. I love it. Ook over heel deze collectie heb ik al een video online staan. Oké, dan de lippen, jongens. Jullie begrijpen wel dat ik natuurlijk voor rode lippen ga, want dat is echt kerst. Heel deze look is voor nu niet echt heel kerstachtig, maar door de rode lippen maak je het echt helemaal af. Of het hoeft niet per se rood, als je maar iets van een heftige lipje opdoet, dat is gewoon heel erg leuk. Ik ga voor mijn fave rode lip combo van MAC. MAC lippotloodje in de kleur Ruby Woo, een van de meest bekende rode lippotloodjes en lipsticks. En deze matte liquid lipstick van hun van de Cruella collectie. Deze verpakkingen zijn zo leuk. In de kleur Mayhem, de retro matte liquid lipstick is dit. Jongens, is deze lipkleur mooi of is het mooi? Dit is echt prachtig. I love it. Nou, dan is de make-up look eigenlijk gewoon helemaal af. Het laatste wat we moeten doen is wat fixing spray van Morphe. Mini Continuous Setting Mist is dit, zodat je make-up gewoon heel erg goed blijft zitten. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was dan mijn makkelijke, snelle kerst make-up look van 2021. Wat vinden we ervan? I love it. Je kunt echt absoluut niet zien dat ik niet eens foundation op heb. Mijn gezicht is echt stralend. Alsof ik gewoon helemaal zo straal van binnenuit. Echt, I love it. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Is dit een look die jij zou dragen? Let me know beneden in de reacties. Maar ik vind dit echt geweldig. Ik ga deze make-up look ook gewoon vandaag de hele dag oplaten. Dit is echt gewoon een ideale look voor eigenlijk gewoon elke gelegenheid. Als je gewoon de lipkleur verandert, dan is het gewoon geschikt voor echt alles. En wat ik altijd heel fijn vind aan een geen oogschaduw look, is dat ik gewoon met de lippen kan doen wat ik wil. Ik kan letterlijk nou een zwarte lipstick aanbrengen en het matcht nog gewoon. En ik hoop zoals altijd dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag en een beetje vooruit heb geholpen met de last minute kerstlook. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!